Ik ben Roos en dit is Klopt dat wel of niet dan? Hier gaan we testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel of niet dan? En vandaag testen we de drugstesten. En wat beloven ze te kunnen? Deze testen kan je vanuit huis zeer gemakkelijk, eenvoudig, super simpel testen wat er in je speed zit en hoeveel MDMA er in je pil zit. Maar klopt er wel of niet dan? Ik heb hier voor mij liggen speed en ecstasy. Of tenminste, dat hoop ik dan. Want omdat deze drugs illegaal zijn, is het productieproces niet gecontroleerd en weet je helemaal niet wat erin zit tot je het test. Maar welke ga ik eerst doen? Cheese of truth! Wat hebben we allemaal nodig? Nou, een pil. De test natuurlijk. Deze. Een weegschaal en een mesje. Stap 1. Weeg je pil met een precisie weegschaal. Dit is 0,429, dus 429 milligram. Nu moet ik 0,02... Nu moet ik 20 milligram van deze pil afsnijden. Ik kies jou. Ik kies jou. Ja, dit moet je breken volgens mij. En nu schudden. Alleen zit geen dop op. Oké, nu moet je een wekker zetten van een half uur tot drie kwartier. En dan kan je namelijk het best de resultaten aflezen. Maar hoe weet ik nou dat deze test echt werkt? Ik heb mijn drugs laten testen bij een officiële instantie, zodat ik straks kan checken of deze resultaten wel kloppen. En in de tussentijd ga ik verder met de speedtest. Oké, kijk eens even. Ik heb hier een heel donker stofje. Maar ik denk dat ik er iets te veel speed bij heb gedaan. Zij zeggen alleen niet hoeveel je erbij moet doen. Dus ja, hoe kan je het weten? Hier is het best wel oranjeachtig. Nu moet ik het dus vergelijken met deze tabel. Ik kan er wel van uitgaan dat het hier zit. En dat betekent dat er waarschijnlijk iets van de stof fenfamilie in zit. Het zegt alleen niet hoeveel. Het zegt ook niet wat er nog meer in zit. En niet of het gevaarlijk is. Heb je dus precies niks aan. Maar ik weet wel van de officiële test die ik heb laten doen, dat hier ongeveer 50-50 speed en cafeïne in zit. Nou, je wil het liefst 100% speed. Dus dat is niet hele zuivere speed. Nou ja, weet ik wel meer dan met deze test. Hey, mijn MDMA-test is klaar. Nou, komt dat even goed uit. Voor de laatste stap van deze test moet ik de kleur van deze bovenkant vergelijken met deze tabel. Oké, dus mijn pil bevat 25% MDMA. Wat ik weet van mijn officiële test die ik heb gedaan, is dat mijn pil ongeveer 140 milligram MDMA bevat. Nou, dat is gemiddeld in Nederland. En volgens deze test bevat mijn pil 107 milligram. Dat ligt best ver uit elkaar. En daarnaast voelt dit voor mij een beetje als koffiedik kijken. En bij de officiële test krijg je ook te horen of er nog andere stoffen in zitten. Best handig. Conclusie, klopt het dan dat je met deze testen eenvoudig test hoeveel MDMA er in je pil zit en wat er in je speed zit? Nou, best wel. Alleen bij allebei de testen staat een duidelijke disclaimer dat je nog steeds niet weet of het veilig is. En bij de officiële test weet je altijd meer. Oké, hoi hoi. En hier nog wat super vette feitjes, zodat je deze video niet dommer verlaat dan dat je erin ging. Nederland heeft 32 locaties waar mensen hun drugs kunnen laten testen. Daar kan het soms een week duren voor je de uitslag hebt. Dus bedenk niet op de avond zelf, hey, ik wil mijn drugs nog laten testen! Nederland blijft in Europa veruit aan kop met het percentage ecstasygebruikers. Oké, bedankt voor het kijken. Hoi hoi!